Met deze drie manieren trap je nooit meer in een discussietruc. Het is ons allemaal wel een keer gebeurd. Na afloop van een vergadering denk je, ik had hier anders op moeten reageren. Grote kans dat je het slachtoffer bent van een discussietruc. De meest voorkomende manier hoe mensen reageren op een discussietruc is een nieuwe terugplaatsen. Maar het niveau wordt daar vaak niet beter van. Bekend is een debat tussen Wilders en Rutte. Doe eens normaal man, doe zelf eens normaal. Een betere manier van reageren is dat je rustig blijft. Dat je even nadenkt over het geheel. Discussietrucs zijn vaak bedoeld om je boos te maken. Om je uit balans te brengen. Om je dingen te laten zeggen waar je later spijt van krijgt. Het is heel verstandig om rustig te blijven en door te gaan met je eigen verhaal. Maar soms moet je reageren en kom je niet weg met niks te zeggen. Een goede manier van reageren is wat meer procedureel. Door te benoemen wat er gebeurt. Ik zie dat het je raakt. Je doet er nu wat lachelig over, of je blijft wel heel erg kalm. Op deze manier benoem je wat er gebeurt. Je trekt de communicatie een niveautje hoger, metacommunicatie. Het publiek ziet dat, herkent dat, de rest van de vergadering ziet en herkent het. En je hebt langer de tijd om inhoudelijk na te denken over je reactie. De beste manier van weerleggen is natuurlijk de inhoudelijke. Maar dat lukt alleen als je kennis van zaken hebt en je goed hebt voorbereid. Als je kunt aantonen dat de feiten niet kloppen, de theorie hier niet van toepassing is en dat onderzoek al lang weerlegt, dan is weerleggen een eitje. We gaan eens kijken naar een voorbeeld uit het Engelse lagerhuis tussen Theresa May en Corbyn. Kijk eens hoe zij dat doet. Just what more does the President Trump have to do before the Prime Minister will listen to the 1.8 million people who've already called for his state visit invitation to be withdrawn? The Right Honourable Gentleman's foreign policy is to object to and insult the democratically elected head of state of our most important ally. Let's just see what he would have achieved in the last week. Would he have been able to protect British citizens from the impact of the executive order? No. Would he have been able to lay the foundations of a trade deal? No. Would he have got a 100% commitment to NATO? No. That's what Labour has to offer this country. Less protection for British citizens, less prosperous, less safe. He can lead a protest. I'm leading a country. Dus, er zijn drie manieren om te reageren op een discussietruc. 1 is niet reageren en rustig blijven. 2 is vooral de procedurele reactie. En 3 is de inhoudelijke reactie. Op deze manier stap je nooit meer in een discussietruc.